Hallo, my name is Joe en welkom bij een nieuwe video. En dat is deze keer van een met maffia gevulde game die zich afspeelt in het rijke Japan. En dat is natuurlijk maar één game, of het kan maar één game zijn. En dat is Yakuza Kiwami. En dat is dus de remake van Yakuza 1 die destijds in 2005 verschenen is, als ik mij niet vergis. Hopelijk zit ik daar niet naast. Ik denk dat het zo wel iets is, want die game is al geruime tijd uit. We hebben begin dit jaar Yakuza 0 gehad. Die was ongelooflijk verrassend goed. Hadden we niet verwacht. Dus dat is een heel coole game uiteindelijk gebleken. En Yakuza Kiwami doet daar nog een schepje bovenop. Want deze is dus een remake van de eerste. Binnen de huidige engine. Enzovoort. Het is eigenlijk geen remaster dus. Maar een echte totale remake gewoon. En men is bezig met er nog meer te doen. Maar goed. Daar zullen we het straks nog even over hebben. In Yakuza Kiwami draait alles natuurlijk weer rond bedrog en verraad en wraak enzovoort. Dus dat is zijn allemaal belangrijke elementen wel die in een Yakuza game terug te vinden zijn of in een geslaagd misdaadverhaal. En dat is hier zeker ook het geval. Het speelt zich nog altijd af in Tokio. We spelen nog altijd met Kazuma Kiryu, die ook in Yakuza 0 natuurlijk een belangrijke rol speelde samen met Goro Majima. Of Majima Goro. Die ga je trouwens straks ook nog even zien, want die speelt natuurlijk hier ook een rol. Dat is een belangrijk personage uit die Yakuza-reeks. De combat, daar zijn we nu even mee bezig. Die is natuurlijk nog altijd hetzelfde gebleven. Er moest ook niks aan veranderd worden, want die speelt nog altijd heel leuk. Waar je dus kan switchen tussen vier verschillende vechtstijlen, gaan van heel snel tot heel zware aanvallen. En je hebt dan... Ja, ook nog eens al die verschillende props waarmee je dan aanvallen kan uitvoeren. Sorry, ik was even mezelf aan het onderbreken, want ik was aan het denken van... Ja, eigenlijk kan je dit het beste vergelijken met een soort van WCW of WWE, een soort van variant. Met een arenaatje eigenlijk dan in Tokio zelf dus. In een bekend uitgaansdistrict, waarvan de naam mij even totaal ontgaat. Waar je dan dus ook props terugvindt, zoals een fiets, een band... verkeerkegeltjes en daarmee dan eigenlijk de vijanden gewoon kan beginnen te lijf gaan. We spelen ons ongeveer precies... Het speelt zich hier precies een beetje af. In het begin van de game, dit stukje alleszins, straks spoelen we even voort om nog iets anders te tonen. Want er zijn ook natuurlijk een paar sidequests in deze game. Alhoewel deze niet natuurlijk als volledige sidequests kan aanschouwen, tussen aanhalingstekens. Maar dit is eigenlijk het begin van de game. Van het Yakuza-verhaal eigenlijk. Als we even Yakuza 0 buitenschot houden. Dus hij gaat op zoek naar een vrouw die dus blijkt in gevaar te zijn. Of die er niet al te best aan toe is. Die door het hoofd eigenlijk van zijn familie, zeg maar. Dus de maffia-familie. Blijkbaar misbruikt worden, zoals je hier kan zien. En een van de vrienden van Kazuma Kiryu is dus op tijd gegaan om die tegen te houden. Het spel speelt zich volledig in het Japans ook af. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou niet liever hebben dan dit. Meestal heb je wel van die Engelse voice-overs, zo Engelse dubs. Maar die zijn niet altijd van hetzelfde niveau. Soms zijn ze van een heel goed niveau, die Engelse dubs. Maar, en soms natuurlijk zijn ze ook gewoon dus inbegrepen, wou ik eigenlijk zeggen. Want heel veel van die huidige games die geven de optie om tussen het Engels of het Japans te switchen. Deze game houdt het bij het Japans en eerlijk gezegd, ik heb er absoluut geen probleem mee. Dat maakt het alleen nog maar des te realistischer natuurlijk. Want moest het natuurlijk allemaal in het Engels gesproken zijn in Japan, dan zou ik me ook wel toch wel vragen stellen. Het is natuurlijk veel handiger dan voor de Amerikaanse en Engelse spelers, want die zijn niet gewend aan subtitles en ondertitelingen, dus dan kunnen die gewoon alles zo volgen. Nu moet iedereen subs lezen, maar dat doet er helemaal niet toe. Dat is helemaal geen probleem. Ik vind alleen maar dat dat Japans alleen maar, wou ik dus zeggen, bijdraagt aan de sfeer en het hele thema van de Japanse maffia en de figuren daarbinnen en hoe al de radertjes bewegen en hoe het verhaal zich dan verder ontplooit. In een verhaal dat dus draait rond wraak en bedrog enzovoort. Zoals we al hebben vermeld. Ik ben hier even aan het wauwelen nu gewoon over die cutscene, maar we gaan eigenlijk hier even skippen naar een stuk iets verder. Dus tot straks. Hier zijn we dan terug, 10 jaar later. Nadat onze goede Kazuma Kiryu
in de cel is beland voor die moord, want hij heeft die dus dan maar op zich genomen, is hij intussen weer vrij en kunnen we nu weer ons verhaal verder zetten eigenlijk. En hij komt al meteen Goro Majima tegen, zoals we dus hebben vermeld. Een van de belangrijke personages eigenlijk uit de Yakuza-reeks ook. En een main character uit Yakuza Zero. Dat dus de prequel eigenlijk is op de hele Yakuza-franchise, want er zijn intussen ook al 5 of 6 games van uit. Dan hebben we het over echt wel hoofdtelgen en niet natuurlijk met remakes bij, want deze is dus al intussen uit en er volgen er nog. Dus ja, op dat vlak natuurlijk zullen er meer Yakuza games wel degelijk zijn, maar dit is dus de eerste eigenlijk helemaal remade. En je gaat dus deze Goro Majima enkele keren wel nog tegenkomen in het spel zelf, want die heeft een soort van obsessie met Kazuma Kiryu en die probeert die altijd overal in te kloppen. Dus je gaat hem absoluut nog wel een paar keer tegenkomen, sorry. En dat natuurlijk maakt het nog altijd zo luchtig, hè, want het is een soort van vreemd huwelijk tussen het superserieuze en het heel luchtige, deze Japanse game. Want je hebt dus natuurlijk het bloedserieuze verhaal. Je hebt natuurlijk al die conflicten, de uitstekende voice acting enzovoort. Maar je hebt daarnaast dus ook nog dan heel maffe minigames, zoals bijvoorbeeld die erotische minispelletjes die ook in Yakuza Zero dus verschenen. Die zitten hier ook weer in. Je hebt die race-eventjes zo met die botsautootjes, of wat zijn het? Die met die kleine race-autootjes op die parcours. Dat zit er dus ook volledig weer in deze game. Dus je hebt eigenlijk een heleboel leuke minigames om even iets anders te gaan doen als je een pauze wilt nemen van het serieuze verhaal. Of je kan natuurlijk als je wil gewoon voortdoen met het verhaal zelf en proberen van zo snel mogelijk naar het einde te gaan en te kijken van hoe het precies allemaal afloopt. Want dat verklappen we natuurlijk ook niet. Aangezien er natuurlijk nog een heleboel Yakuza games zijn, is het belangrijk wat hierin gebeurt. Dus dat moet verrassing blijven. Hier zie je trouwens natuurlijk ook nog eens een demonstratie van die verschillende vechtstijlen. Dit is Rush, dat is dan weer iets sneller. Dat was echt wel een uppercut in zijn gezicht. Het was meteen gedaan. Je hebt de Dragon, maar je had ook dus nog een zwaardere vechtstijl ook. Waarbij je wel schade zo kan incasseren, maar gewoon dan eigenlijk kan doormappen. Zij het wel dat je aanvallen natuurlijk trager uit de hoek komen enzovoort. Dus er is wel een soort van balans. Je kan die dingen ook upgraden, dat gaan we straks tonen. Hier gaat onze rank van Majima Everywhere. We zijn daarin gestegen. Hij gaat dus, we hebben iets geleerd. Hij gaat dus wel degelijk nog verschijnen, zoals jullie zien, naarmate jullie dus verder spelen. Maar we gaan hier even onze main quest verder zetten. Je ziet ook verschillende van die kleine notifications rechtsboven. Je zag daar juist, talk to people 50 times en het was 10 van de 50 al. Door die dingen te completen, allerlei objectives in het spel te completen, ga je zogenaamde CP krijgen. Dat zijn bepaalde punten. En je kan die gaan inruilen dan uiteindelijk bij een of andere handelaar. Ik weet precies zijn naam niet meer. Maar bij hem kan je dus allerlei dingen gaan vrijkrijgen, gewoon verkrijgen. En dat kan van alles zijn. Dat kunnen items zijn, enzovoort. Dus het is belangrijk om toch zeker en vast daar ook een oogje op te houden, want zo kan je dus jezelf wat geld uitsparen, wat yen. En dan daarmee dus weer een stapje verder zijn, om sterker te worden of iets zelfzekerder uit de hoek te kunnen komen tijdens gevechten. Het is natuurlijk mogelijk om al het geld dat je verdient om in winkels te gaan en items te gaan kopen of naar een restaurantje te gaan. En daar dan een maaltijd eerst te eten om je health op peil te krijgen, want het is een spel wel degelijk nog met health, balken enzovoort. Dat was in Yakuza Zero trouwens ook het geval. Men gaat daar meer en meer naar terug, naar health balken, heb ik ook al trouwens gemerkt. Want sinds Call of Duty eraan kwam, sprongen heel veel games mee op die kar van eigenlijk automatisch altijd te kunnen blijven reviven, zeg maar, als je je lang genoeg in cover zet. En dat werd natuurlijk misschien ietsje te makkelijk voor vele spelers en daar kan ik volledig in komen. En dat is hier dus niet het geval. Hier moet je wel degelijk ook op je health letten, maar je ziet dat daar ook, hè. Even op die kaart. Je had daar zo een paar icoontjes die aangaven van hier kan je winkelen, hier kan je eten. En hier komen we dan uit bij een ander element van de Yakuza games. Dat zijn substories, oftewel kleine sidequests. Substory, molestation, accusation. Dus opzet van deze substory is heel simpel, het is een heel makkelijke. Een heel korte ook trouwens, daarmee dat we meteen ook erin hebben gegooid om hem te tonen.
We lopen dus tegen een vrouw aan. Die vrouw zegt van, oh, ik word gemolesteerd. En die Kazuma Kiryu zegt van, maar dat is helemaal niet waar. Zit jij echt uit je bek te knallen, vrouw? Alsjeblieft. En dan komt er natuurlijk een man bij. En die zegt van, wat is dat hier? Jij zit die vrouw te bepotelen of zo. En je ziet meteen dus wat hier aan het gebeuren is. Hè. Dit is een soort van oplichtings... een racket, een soort van oplichtings... schandaal, zullen we maar zeggen. Waarbij ze dus al twee samenwerken. De ene gaat ophef maken en zeggen van, ik word hier belaagd door een man, ik word aangeraakt en betast. En dan komt er een andere, het andere deel van het duo, en die zegt van, als je geld geeft, dan gaan we erover zwijgen. En ja, Kazuma Kiryu doet het slim en die zegt van, oh, de klep jong, ik ga je eens een lesje leren. En met... ik was nog niet uitgesproken of hij ging al tegen de grond. Och, wat een sukkel. Alsjeblieft. Heel simpele substory. Dus dit gaat heel snel gedaan zijn. Ik krijg zelfs 20.000 yen. Was ik al vergeten zelfs. Ik krijg gewoon geld. Dat maffe van die Japanse games natuurlijk. Dat maakt natuurlijk die Japanse games zo speciaal. Hè? Dat is altijd zo uniek natuurlijk. Die maffe stijl. Waarbij ze dat maffe toch weten te integreren zo in het serieuze natuurlijk. En dat is iets typisch Japans. Dat zou nooit in een andere cultuur meteen echt weten aan te slaan of te werken. Dat is een recept eigenlijk van meerdere verschillende elementen ook. Hè, waaronder ook de Japanse taal. Dat heeft er sowieso mee te maken. Want Japanse mensen spreken ook al lichtjes anders. Leggen hun intonaties anders, hun klanken enzovoort. Dus ja, maar goed. Genoeg over de Japanse taal, daarvoor moet je maar een Japanse taalkursus gaan volgen. Alsjeblieft, substory ten einde. En we gaan dan misschien nog één ding checken. En dat is natuurlijk het levelen. Want je krijgt dus ook XP zoals je ziet. En je kan dan natuurlijk beginnen met al die moves terug te leren. Want zoals bij heel veel games gebeurt aan het begin van de game, en dat is ook bij Yakuza Kiwami het geval, heb je toegang tot heel veel verschillende mogelijkheden. En abilities, vaardigheden en natuurlijk, je vliegt de cel in. Je raakt alles verleerd en alles terug van nul beginnen leren. Dus, dat zijn we dus nu aan het doen. We zijn allerlei verschillende moves en perks en zo aan het unlocken, zoals je kan zien. Dat kan voor die vier verschillende takken. Maar er is dus veel meer om nog in verder te levelen. Het is op dat vlak ook weer een heel grote game, dus we hebben uiteraard de tijd niet om dat allemaal te tonen, maar... we kunnen jullie wel al gewoon de eerste puntjes tonen die we unlocken. En daar zijn we nu mee bezig. Zoals jullie zien, want je kan dus uiteraard ook speciale moves ook doen. Contextuele acties. Als je, dat is die blauwe balk die je daar ziet bij Rush, dus onder de health balk. Als die vol zit, dan kan je dus eigenlijk beginnen met vijanden ook vast te nemen, tegen muren te slaan. Of speciale moves te doen met voorwerpen die je vast hebt, zoals een fietsenwiel, een vlaggenstok, zo'n verkeerskegel zoals je hebt gezien, enzovoort, enzovoort. Dus er is heel veel variatie nog altijd in deze Yakuza game. En daar zijn we zeer tevreden mee. Goed, ik denk dat we hier stilaan afgerond hebben. Ja. We gaan nog één gevechtje ingaan om dan ermee te eindigen. Deze Yakuza Kiwami is ook al even uit. En dat is sinds 29 augustus. Ik kan nog even misschien erbij vermelden dat er ook een Yakuza 2 al aankomt, een remake. Want we zitten al intussen aan Yakuza 6, denk ik zelfs. En dat is dan effectief een volledig standaard PS4 game. Want Yakuza 2 is natuurlijk weer een volledige remake, zoals ik heb gezegd. Maar op die Engelse versie... of die met de Engelse subtitles, daar moeten we nog even op wachten. Want Yakuza 2 Remake... ik moet zeggen, Yakuza 2 dubbelpunt Remake... die verschijnt eigenlijk in december pas in Japan. Dus jullie zullen waarschijnlijk tot volgend jaar moeten wachten... om deze met Engelse subtitles en alles te kunnen spelen. Maar als die remake ook van het niveau is van Yakuza 0... en deze Yakuza Kiwami... dan zal die Yakuza 2 ook zeker vast weten aan te slaan. En trouwens ook een perfect... punt weer zijn om verder te gaan als je de Yakuza games nog niet hebt gespeeld, want dat zijn wel degelijk van de beste Mafia games die je kan terugvinden op de markt, naast Mafia zelf. Maar goed, het is dan een game die weer draait rond de Italiaanse Mafia enzovoort. Dus, of de Siciliaanse Mafia. Dus, dat is voor dan. Deze Yakuza game doet het weer uitstekend. Voor meer informatie omtrent andere Yakuza games, als ook andere opkomende titels, waaronder ook natuurlijk Japanse spellen, want die zijn volledig terug in opmars weer al.
Hou zeker het kanaal en de sociale media goed in de gaten. Terwijl wij hier die buitenwipper, of wat is het? Die extravagante kerel ook eens een mapje in het gezicht gaan moeten geven. Gaan wij hier intussen afsluiten. Dus hopelijk tot in een volgende video. Bye bye.